krijgt het goud aan de balk toch wel in cadeauverpakking. Heesen uit de DDR staat aan de leiding met 19.40. Zij vertrekt hier met 9.85. 9.55, amper dat is genoeg om goud te halen. Prikkelijk salto. En ze heeft tot nog toe reeds 2 van de 3 vereiste C-delen geturnd. Niet vallen is al voldoende voor een gouden medaille. Dat klopt inderdaad. Ze mag dus niet doen zoals haar landgenoten. Niet proberen die salto met schroef te draaien. Salto voorwaarts. En ik heb toch de indruk dat er nu niet zoveel meer kan gebeuren. Dit is het acrobatische deel in kracht, zoals dat heet. Ook een C-deel uiteraard. En dan dat op haar handenstand rol voorwaarts. Of bijna handenstand. Nu moet zij nog met enkele seconden die haar overblijven de afsprong voorbereiden. En dat wordt dubbel salto, inderdaad.